Uw presentator, Glenn Truideman. En welkom bij de maandageditie van ABC Actueel. De maandag van 20 maart. Mike Seedorf, die doet de techniek en ik ben Glenn Truideman. Wat hebben we vandaag? Er zijn twee gasten. Ik heb een uitgebreid gesprek met Iwan Mahadeel. Hij heeft een heel interessant boek geschreven dat vorige maand is uitgekomen. Het boek heet De Tweesprong. Iwan Mahadeel is militair geweest in Suriname en over zijn periode als militair in Suriname gaat dit boek. Iwan Mahadeel is de oudere broer, moet ik zeggen, van Guno Mahadeel, die in 1988 op tragische wijze om het leven is gekomen in Brazilië. Maar goed, straks hierover meer. ABC Actueel. Ik heb nu aan de telefoon Iwan Mahadeel. Hij is de schrijver van het boek De Tweesprong, een verhaal over keuzes die je leven bepalen. Iwan, dit boek is in februari vorige maand uitgekomen en het gaat over zijn militaire periode in Suriname. Een goedemorgen, Iwan. Goedemorgen. Mag ik Glenn zeggen? Ja, natuurlijk mag ik Glenn zeggen, want ik wil ook Iwan zeggen. Dat praat makkelijker. Ja, Iwan. Ik heb net aan de luisteraars verteld dat het boek dat je geschreven hebt, De Tweesprong, vorige maand is uitgekomen. Waarover ik met jou wil praten is dat boek even doorneem. Nou even, we hebben er wel ruim de tijd voor. Je hebt een opleiding tot leerkracht in Suriname gevolgd, maar koos uiteindelijk voor een carrière in het Surinaams leger. Je praat ook over het militair gezag. Er komt een belangrijk deel uit het boek gaat over het militair gezag. En we zien een richtingenstrijd. Kun je daarop even concentreren? Kunnen we dat even toelichten? Ja, uiteraard. Laat mij beginnen om te zeggen dat ik het boek heb geschreven omdat ik vind dat geschiedenis pas geschiedenis wordt als je het opschrijft. En er is zoveel gebeurd in de afgelopen tientallen jaren waarbij we het steeds van overleveringen hebben, mondelingen overleveringen hebben. En ik vind dat er nu een periode aanbreekt dat we veel aan het papier moeten toevertrouwen voor het nageslacht. Nou, terugkomend op je vraag over de richtingenstrijd, Glenn. Op enig moment ben ik militair. Ik ben militair bij het Nationaal Leger. En destijds werd de macht in Suriname uitgeoefend door het militair gezag bestaande uit drie personen. Eén persoon, dat is de persoon van de majoor Fernandes, die ontfermde zich over het leger. En twee andere personen, te weten de heer Boutersen en de heer Horp, die ontfermden zich over de politieke situatie van het land. Nou, beide personen die hadden adviseurs. Horp die had adviseurs die kwamen vanuit, mag ik het zo zeggen, de oude politiek. Veelal NPS'ers, hè? Ja. Namen als Seedorf, Cambridge, Lal Mohammed. Die waren min of meer zijn hoofdadviseurs. Aan de andere kant, dat was enerzijds. Anderzijds had je Boutersen, die liet zich adviseren door de, mag ik het zo duiden, de linkse hoek. Hè? Namen als Plevier, Liebolzaam, de Narendorfs, et cetera. En wat je merkte, is dat de ideeën, de ideologieën op enig moment, die gingen spelen en dat botste. In je boek heb je het over uiteindelijk desastreuze gevolgen. Kun je daarop nader ingaan? Hoe heeft dat geleid tot desastreuze gevolgen? Ik bedoel, we gaan alles keurig na hoor, maar dit alvast. Nou ja, als we het over één ding eens kunnen zijn, is dat het uiteindelijk resultaat
van die periode niet het beoogde resultaat was. In alle facetten, en daar heb ik het heel bewust over, in alle facetten was er sprake van een teleurgang. Op het financieel economisch gebied, op het maatschappelijk gebied en belangrijk nog op het gebied van morele standaarden. Nou, we weten met z'n allen dat we een hele moeilijke periode hebben meegemaakt met de desastreuze gevolgen van december als resultaat. Nou, in die zin kun je in mijn optiek echt spreken van desastreus. Oké, we komen er straks op terug. De structuur van toen was dat er een militair gezag was, er was een NMR en er was een regering. Hoe kun je de rol van de burgerregering in deze kwalificeren? Nou, je kunt stellen dat de burgerregering in die tijd niets anders was dan werkarm van het militair gezag. Kijk, Glenn, niets is zo comfortabel in het bestuurlijk concept als orders worden uitgevoerd zonder dat de verantwoordelijkheid wordt gedragen. Nou ja, u kunt feitelijk kun je daar achterover leunen en zeggen wat er moet gebeuren. Maar je hebt de verantwoordelijkheid niet. In die verhoudingen moet de verdeling van het landsbestuur ook worden gezien. De burgermaatschappij was niet meer dan een werkarm, zoals ik het al eerder zeg. En de vraag is waarom die burgermaatschappij dat accepteerde. Ten meer omdat in die burgerregering ook respectabele burgers deel waren van diezelfde burgerregering. Het antwoord moet gezocht worden in verschillende vlakken. Variërend van oprecht iets voor het land willen betekenen tot persoonlijke doelstellingen. Niet voor niets zegt men wie het dichtst bij de kachel zit, verwarmt zich het meest. Nou, dat geldt ook voor die burgerregering. Dus er waren andere prioriteiten. Goed, er waren andere prioriteiten. Zo kwalificeer je dat, die positie van die burgerregering. Laten we nog even kijken naar de NMR, de Nationale Militaire Raad. Op geen moment worden Sital, Meinals en Juman opgesloten. En er volgt vrijspraak. Je brengt dat heel typisch naar buiten. Kun je daar een omschrijving van geven? Wat er daarna gebeurde, na die vrijspraak? Ik wilde de term lachwekkend gebruiken, maar dat is niet op zijn plaats. Want het gaat om hele serieuze zaken die het bestuur van het land zo typeerde. Wat was er aan de hand? Op enig moment waren de drie genoemde personen werden gearresteerd op basis van het feit dat er een vermoeden was dat ze bezig waren iets te ondernemen met iets in die tijd. Hè, dat was ook de benaming in die tijd, iets. Maar dat duidde vaak op tegenwerking, tegenkoeps. Nou, maar het bewijs was flinterdun. Maar de heren waren gearresteerd. En om een beetje te schuren tegen een democratisch gehalte van de rechtsstaat, is er toen een rechtsgang in gang gezet. Nou, op enig moment zijn deze heren voor de krijgsraad verschenen. En het gebeurt het volgende. En wat ik nu vertel is wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Op de ochtend van de zitting werden deze heren vrijgesproken door de krijgsraad op grond van het feit dat het bewijs, zoals ik al eerder zei, flinterdun was. En direct na de uitspraak, het was toen in het oude parlementsgebouw, hè? We kunnen ons allemaal herinneren met de mahoniehout betimmerde interieur, zelfs de statische trap was van mahoniehout. Op enig moment kwam dan de president van de krijgsraad, dat was de heer Waldijk, kwam naar beneden en die feliciteerde Jasmijnals met de uitspraak. Nou, dat was echt voor mij een... Dat was, ja, dat druk je nog zwak uit, typisch. Laten we het zo zeggen, dat was voor mij bijzonder om dat te mogen meemaken. Dat er zeg maar 5 minuten geleden de vrijspraak volgde om direct de personen die vrijgesproken werd te feliciteren. Maar had hij er belang bij om dat zo dat te weet doen? Ik. Dat weet ik niet. Ik constateer enkel maar dat dit is gebeurd. Wat de motieven waren op achtergrond.
het kamp Bootsen, om het zo te duiden, vond dat Haakmaat steeds meer macht kreeg. Maar Haakmaat was min of meer gelieerd aan het kamp Horp. Samen met de personen Seedorf, Cambridge, ja, die vervaardigde hij decreten uit waarop de bestuurlijke inrichting zou moeten plaatsvinden. Nou, op enig moment, dat was, in mijn herinnering was dat in de maanden oktober, november, voor de decembermoorden, is Haakmaat ontheven. Van al zijn functies. En hij is toen vertrokken naar Nederland. Oké. Hij weet dus weinig van die decembermoorden af. Maar goed, hij is daar ruim daarvoor vertrokken. Even terugkomend op die richtingenstrijd in het militair gezag, omdat van daaruit het uiteindelijk tot desastreuze gevolgen zou zijn. Je zei daarnet, bij Horp waren de meer de gematigde rechtse mensen en bij Boutersen de meer radicale mensen. Speelden politieke partijen daarbij ook een rol? Voor zover ik weet niet. Kijk, Glenn, van meet af aan was er sprake van de latente spanning tussen deze twee groepen. En die spanning zou later escaleren met alle gevolgen van dien. De meer rechtsgeoriënteerden, die vooral in het kamp van de oude politici te vinden waren. Daarmee wil ik niet zeggen dat die oude partijen daar een rol speelden, maar die namen zoals Haakmaat, Seedorf, Cambridge, Lal Mohammed, die waren Paalem niet te vergeten. Ik kon je vinden in de geledingen van de NPS. En wat ik heb gezien en wat ik heb meegemaakt, die mannen hadden een beetje de handen uit de mouw mentaliteit. Hè, dingen voor elkaar kregen. Hervormingen, grondpolitiek, een maatschappij gebaseerd op, mag ik het zo duiden, de solidariteitsgedachte in de samenleving. Hervormingen op het gebied van de besluitvorming. Kortom, die wilden wat. De links georiënteerden voor het gemak. Duid ik dat als het kan Boutersen, die waren blijven hangen in de, zeg maar, de linkse retoriek. Hè? Termen van anti-imperialisme, kolonialisme, niet maatschappelijk bezig zijn, weg met buitenlandse invloeden, vormden in die dagen de hoogtij. Typische kreten trouwens die je in de Latijns-Amerikaanse socialistische landen als Nicaragua, Cuba, Granada hoorde. Het was juist in die tijd dat het verschrikkelijk rommelde op het Zuid-Amerikaanse continent. Nou ja, dan kun je 1 en 1 is 2, ja. Dat in een richtingenstrijd zou ontbranden. De politieke partij van Lipo Sam en de PALU, die hebben daar garen bij gesponnen, hè? Nou, garen bij spannen betekent in mijn optiek dat ze dan een voordeel uit zouden halen. Ik weet niet of ze een voordeel daaruit haalt. Ik constateer alleen dat ze prominent en nadrukkelijk aanwezig waren. Oké, dan geef je ook een beschrijving van de groep van 16. Daaruit is een markante beschrijving van Roy Horp. Waarom heb je Roy Horp er zo uitgelicht? Nou, omdat het ook een markante figuur was. Kijk, Glenn, Horp kwam op enig moment erachter dat besturen van de samenleving meer vergt dan het kunnen omgaan met een geweer. Horp kwam erachter dat het verwezenlijken van politieke doelstellingen, meervoud, lange termijn strategieën, dat je dat nodig had. En het ontwikkelen van een gedragen visie. En het ontwikkelen van de gedragen visie en de langetermijnstrategie, ja, volgens Horp behoorde dat niet tot de competentie van de personen die dat, ja, van militairen en de personen die dat op dat moment zouden willen. Horp kwam er steeds meer achter dat deze personen niet behoorden, dat deze zaken niet behoorden tot de uitrusting van militairen. Horp vertelde mij persoonlijk dat het overdragen van de macht aan de burgerregering niet op zichzelf zou staan, maar dat het leger in deze constellatie op de achtergrond aanwezig zou zijn. Maar dan meer of minder met een prominente rol. Nou, en waarom ik Horp
benoemd in mijn boek. Ik vind dat zijn rol in de afgelopen jaren onderbelicht is geweest. We komen daar straks over terug, over Horp. Ja? We gaan nog even door met die groep van 16. Paul Magwandas noem je in jouw boek The Dark Horse and a Very Angry Young Man. Waarom? Ja, om te beginnen, de Dark Horse. Een Dark Horse is iemand waarvan de impact eigenlijk moeilijk is in te schatten. Hè? Iemand over wie weinig bekend is, maar degelijk invloed heeft. En waar die invloed ook mogen zijn in deze casus. Dus vandaar dat ik hem een Dark Horse heb genoemd. Aan de persoon Bhagwandas, kun je zeggen, kleven verschillende invalshoeken. Als lid van de groep van 16. En niet zomaar de lid van de groep van 16, maar een van de prominente van de groep van 16. Ik had het al daarnet over dat je zijn rol vanuit verschillende invalshoeken zou kunnen zien. Uiteenlopend van in het begin een vaderlijke figuur. En ik weet dat het heel controversieel klinkt. Maar een vaderlijke figuur tot het moment van de staatsgreep. Hij was daarvoor compagnie sergeant-majoor. En wat ik weet en wat ik hoorde, was dat er niet zo bijzonder aan hem kleefde. Sociaal voelend en zich ontfermend over de jongens, de dienstplichtigen. Nou ja, ik zei al, variëren van vaderlijke figuur tot de beul van Suriname. Nou, en dit laatste is niet zonder betekenis. Want wat je ziet, het is niet voor niks als je in eerste instantie wordt getypeerd als vaderlijke figuur om te eindigen als de beul. Ja, het is niet iets om trots op te zijn, lijkt mij. Wat je ziet bij de verschillende situaties van Bhagwandas is dat op enig moment een rode lijn bij hem werd overschreden. En steeds meer, en steeds meer. En op het moment was deze rode lijn zo ver overschreden dat er geen weg meer terug was. Op welk moment dat was, kan ik me voorstellen dat dat zo'n vraag is. Ja. Op welk moment was die rode lijn zo ver overschreden dat hij niet terugkwam? Was op het moment dat zijn zoon in zijn bijzijn tragisch kwam te overlijden. Je denkt dat dat misschien van invloed kan zijn geweest op zijn manier van handelen naar andere mensen toe? Nou ja, met de aangrijzende grens van zekerheid kan ik dat wel stellen. Omdat de gewelddadigheid en het toepassen van geweld op dat moment, dat was onbeschrijfelijk. Kijk, Bhagwandas was geen aangename persoon om mee te werken. Als je mij vraagt, een gewone hork in de ruimste zin des woord. Altijd sarcastisch en je wist nooit wat je aan hem hebt. En na het gesprek bleef altijd iets, een gevoel hangen van vrees en repercussie. En dat was Bhagwandas. En dat werd steeds erger. Vooral na het overlijden van zijn zoon. Dus in die zin leg ik wel een verband. Ivan, je beschrijft de groep van 16 nog verder. Veel van ze zijn reeds overleden. Maar houden ze bij je ook lang bij stilgestaan. Maar nu weten wij al zoveel in de samenleving over de heer Boutersen. Wat kun je er nog meer over vertellen? Want we weten al heel veel daarover. Ja, maar je kunt de groep van 16 niet benoemen en Boutersen buitenschot laten. Dat zou voor de objectiviteit en voor de balans van mijn boek, dat zal niet juist zijn. Ik hoop dat je het ook met mij eens bent. Als je de groep van 16 beschreef, moet je Boutersen omschrijven. Als jij het mij toestaat, wil ik het volgende lezen uit mijn boek. Het zal niet lang duren. Ja, doe maar. Ja? Ik heb het dan over Oscar David. Dat is een organisatiedeskundige, een psycholoog. En die schrijft het volgende. Even kijken. Hij zegt het volgende bij het beschrijven van managementstijlen en politieke leiders. En we weten dat Boutersen graag geassocieerd wordt, of sterker nog slechts geassocieerd, of graag genoemd wil worden als leider van de revolutie, leider van de groep van 16, legerleider, politiek leider en volksleider. Nou, dat is nogal wat. En Oscar David zegt het volgende. Hij zegt, ten aanzien van de verschillende leiderschapsstijlen
het volgende. Hierbij staan de instincten centraal en het impulsief handelen. Weinig reflectie, weinig affectie, weinig afstemming met de omgeving. Met de omgeving heb ik niets te maken. Het niveau van empathie is laag, evenals het niveau van zelfreflectie. Managers en leiders met dergelijke karaktertrekken vergelijkt hij met een personal disorder. Een kenmerk hierbij is dat de personen in de omgeving beschouwd worden als decoratie. Na de kerst wordt de decoratie verwijderd. Je kunt dus ad hoc inrichten. Deze leider heeft geen last van zijn geweten. En als je dat niet hebt, kun je gemakkelijk gewetenloos handelen. Einde citaat. En daarmee wil ik ook die vraag beantwoorden waarom ik stil ben blijven staan bij het beschrijven van de genoemde leiderschap kwaliteiten die Bouters zichzelf heeft toebedacht. We komen daar straks op terug. Ik blijf nog even blijven. Je had het net over politiek en het leger. Hoe zit het met de politieke affiniteit binnen het leger? Want als we zo naar de tv keken in de jaren 80, dan leek het wel een applausmachine wanneer een Bouterse zijn toespraken, vaak hele lange toespraken, hield. En dan denk je van, het leger is Bouterse en Bouterse is het leger. Hoe zat het met de politieke affiniteit van, zeg maar, de officieren, de onderofficieren, de andere soldaten? Totaal niet. In het leger was geen. Het leger beschikte niet over een politieke antenne. Dat was één. De focus was gelegd op de kerntaken, hè? Verdedigen van landsgrenzen, hoe ver dat ook mogen reiken. Maar over de politiek, nee. Er was geen, laten we zeggen, politieke empathie. Geen politieke sensitiviteit. Het leger was het leger en het militair gezag was het militair gezag. Nou, en je hebt het over het feit dat het leger diende als een applausmachine. Dat was het ook. En het deed bijna Noord-Koreaans aan. Maar je moest wel, want als je dat niet deed, was het risico aanwezig dat je dan onmaatschappelijk werd getypeerd of weinig affiniteit of geen solidariteit, et cetera. Ja, en op dat moment legde je toch de focus op het hebben van een baan in het leger. Dus van het een komt het andere. Je was geneigd, min of meer verplicht moet ik zeggen, om mee te doen. En dat gebeurde ook. Oké, Ivan, je was. Dat was één aspect. Okay, vervolgens, binnen de groep van officieren zag je dat het vermogen om over politiek te praten, dat was niet aanwezig. Absoluut niet aanwezig. De officieren, waarvan je op zijn minst zou kunnen verwachten dat zij een bepaalde kritische houding etaleerden, dat werd niet gedaan. Ook uit vrees, denk ik, maar ook om vermogen. Om dat te doen. Het waren jonge jongens, leeftijdscategorie zo tussen de 20 en 25 jaar. Die hadden nauwelijks ervaring op het gebied van besturingsconcepten van maatschappij, laat staan. Het ontwikkelen van een politieke visie en het hebben van een eigen mening. Dat was er gewoon niet. Okay, helaas. Voor alle duidelijkheid, je hebt een militaire opleiding in Breda gevolgd. Je bent officier. Je komt in Suriname geweest als pelotonscommandant. Later als detachementscommandant, vervolgens als compagniescommandant en je eindigt als opleidingscommandant. In je hele totale dienstverband, schrijf je, werd gekenmerkt door een sfeer van onrust of vermoedens van antirevolutionaire uitingen. Dat moet wel een hele lastige periode voor jou geweest zijn. Ja, dat was het ook. En niet alleen voor mij, maar ik denk voor zeker 90% van het leger. Er was in bestuurlijke vorm, in bestuurlijke zin, kun je gerust praten van een vorm van permanente incidentalisme. Continu incidenten. Je hobbelde van het ene incident naar het andere incident. Er was altijd sprake van, als wij dat mochten geloven, een permanente dreiging van antirevolutionaire tegenkoeps, tegenwerkingen. Ja, dat was niet plezierig.
Daarvoor was je niet opgeleid, je wilde je werk doen. Dat werd steeds moeilijker. Op de zaterdagavond moest je opdraven met je eigen auto naar het kamp. Omdat er personen, op, zoals men dat in die tijd noemde, subversieve elementen, die waren waargenomen. Je moest werken, je moest verkenningen uitvoeren met je privévoertuig. En als beloning kreeg je 20 liter benzine. Ja, dat was het. Oké, we komen er straks nog even over te spreken. Ja. Maar je was tevens ook opleider van de volksmilities. Dat deed je met tegenzin, schrijf je in je boek. Ja, niet alleen ik, maar het leger was tegen de volksmilitie. Wat waren die volksmilitiemensen eigenlijk? Wat waren ze? Dat waren burgers. En het doel van de volksmilitie was het verdedigen van de verworvenheden van de revolutie, wat die ook mogen zijn, hè? Op dat moment. Dat was het doel. En namen als S.R. Plevere, Philomena Bijlhout, Landburg, die waren onderdeel van diezelfde volksmilitie. Het leger, inclusief Gorp, zag de oprichting van deze volksmilitie niet zo zitten. Maar ja, zoals ze zeggen, onder druk was alles wordt alles vloeibaar. En ook in dit geval van de volksmilitie onder druk van de legerleider moest en zou een volksmilitie komen. Nou, er zijn toen besprekingen gevoerd, met name Horop, met dat deel van de officieren. Kijk, in elke groep heb je mensen die het initiatief nemen en die kenbaar maken als dat ze het met iets eens zijn of oneens zijn. Ja. En Horop heeft toen destijds met ons gesproken en hij kon ons overtuigen dat in het belang van de saamhorigheid en in het belang van de revolutie wij onze krachten moesten geven tot het oprichten van een volksmilitie. Dat is ook gebeurd. En hoe de ontwikkelingen zijn verlopen met deze volksmilitie is bekend. Die volksmilitie die stierf een zachte dood. En niet op het minst doordat sommige van de leden van de volksmilitie al in een heel vroeg stadium zagen dat het de verkeerde kant op zag. In de volksmond werd de volksmilitie vaak aangeduid of geassocieerd met verklikkers. Ja, dat is niet mijn ervaring. Ik geloof echt, oprecht, dat er mensen in die volksmilitie aanwezig waren die het ook menen. Mm-hmm. Of meenden met die iets een positieve bijdrage zouden willen geven aan de ontwikkeling van het land. En niet zozeer verklikkers. Nee, dat gaat mij te ver. Ik moet zo zeggen, laat mij voorzichtig zijn, ik heb dat niet gemerkt. En het zijn toch dezelfde mensen die op den duur bij hun het gevoel ontwikkelde dat het de verkeerde kant op ging. En ze zijn ook weggegaan en die hebben, het waren toch wel gerespecteerde burgers. En die zijn een totaal andere kant opgegaan en uiteindelijk ook goed terechtgekomen. En ze hebben afstand genomen van die hele ontwikkeling. In 1987 is toen die volksmilitie per decreet wat ingesteld, opgeheven, hè? Ja, ik sprak van de zachte dood. Oké. Ivan, je bespreekt in je boek ook uitvoerig de Rambokeskoep. Maar gedurende de decembermoorden, daar wil ik nu naartoe. Gedurende de decembermoorden zat je op Loxiati. En dat klopt, ik was deze. Doe maar. En je beschrijft in je boek van, nou, normaaliter hebben jullie dan in de ochtend de radio aan en je hoorde Apinti niet, je hoorde ABC niet en je dacht van, wat is er toch aan de hand? En toen ging je uiteindelijk naar de SRS en je hoorde alleen maar marsmuziek. En je dacht van, hé, er gebeurt iets. Wat ging er in je om? Weet je, Glenn, als je lang in dienst heb gezeten, maar dat geldt trouwens ook in de burgermaatschappij, ontwikkel je gevoel. Hè? Je ontwikkelt gevoel om zaken feilloos aan te voelen. Destijds, als er marsmuziek op de radio was, dat was een indicatie dat het niet goed zat. Maar dat was niet iets typisch voor Suriname, dat geldt ook voor Zuid-Amerikaanse landen. Marsmuziek heeft altijd iets militaristisch in zich. Nou, ik zat, zoals jij dat keurig aangaf, zat ik op Loxiati. Ik was commandant opleidingsinstituut, bezig met een jungle training. Nou ja,
En dan s'morgens sta je op en dan stem je af op Radio Apimti. Je hebt de bassuinkoordmuziek. Echt het oude typische Surinaams gevoel dat ontstaat. Maar op die bewuste ochtend waren de radiostations stil. En ik meen alleen bij de SRS had je marsmuziek. Nou, dat was een indicatie dat er iets aan de hand was. Nou ja, natuurlijk op dat moment. Ja, je wordt nieuwsgierig, maar er was geen verbinding. Dus je was gewoon afhankelijk van onderbrekingen van de uitzending. En ja hoor, de onderbreking kwam met het verschrikkelijk nieuws dat mensen tijdens de vlucht, die waren gearresteerd op verdenking van, daar komt die term weer, subversieve activiteiten. En dat ze op de vlucht waren doodgeschoten. Verschrikkelijk. Je kwam toen naar de stad, schrijf je in je boek en je denkt ik ga nog even richting academisch ziekenhuis, het mortuarium. En je ziet een heleboel mensen daar staan en je beschrijft daar het hele op een hele indringende manier. Ja, kijk, zoals jij dat stelt, beleef ik dat weer, hè. Laat me het zo zeggen, ik heb het op dit moment, zoals je dat stelt, heb ik het op dit moment moeilijk. Hè? Ik hoop dat je dat ook begrijpt. Ja. Het is zo, ik kwam uit Oxyhaki en ik ging eerst naar mijn moeder. En van mijn moeder wilde ik naar huis en ik woonde destijds aan de Tourtonlaan. En op enig moment rijd en de kerkkamp weg en ik sla de Vluchtstraat in. En ik zie die menigte bij het academisch ziekenhuis. Dat was echt zwart van de mensen. En op dat moment voelde ik gewoon de haat en het verdriet van die mensen. Verschrikkelijk. En ik zeg tegen de chauffeur, ik ga niet naar huis. Ik ga naar het kamp. Ik ga kijken wat zich daar afspeelt. En ik rijd naar het kamp van het Nationaal Regel aan de Rode Kruislaan, Gemeenlandsweg. En het is helemaal, de wachtcommandant was aanwezig, maar het kamp op zichzelf was verlaten. Je zag niemand. En ik rijd zo langs die amandelbomen, de gebouwen van de compagnies. En ik rijd het kamp binnen. En ik loop zo langs de sectie 3, de inlichtingendienst, en ik ga naar de officiersmes. In de officiersmes aangekomen, hoor ik geroezemoes. En ik zie zo vanuit de ooghoeken dat tegenover de officiersmes had je het zwembad. En ik zie officieren zwemmen, ook hoofdofficieren. En ik had niet de indruk dat het voldoende was doorgedrongen wat zich op dat moment zich afspeelde. Ik doe vervolgens de deur van de officiersmes open. En wat ik daar zie was onbeschrijfelijk. Vertel. Dat is misschien het best bewaarde geheim. Ik zie daar veldbedden, kriskras door elkaar. Ik zie officieren zitten. En ik zie een grote, oude, dat waren die vroegere televisies, met die een bepaalde ronding. En ik zie een videorecorder. En op dat moment zie ik dat er, Glenn. En ik hoop, ingespreken, ik hoop dat het een droom van mij is geweest. En dat mensen zeggen, tegen mij zeggen, dat was niet waar. Ik hoop het. En ik zie dat er op dat moment naar pornografische films werd gekeken. En op het scherm, zal ik nooit vergeten, was heel groot de titel van die film. En dat was Angel. Ik kan me daar iets bij voorstellen, hoor. Wat zeg je? Ik kan me daar iets bij voorstellen. Angel, voor een pornofilm. Ja. En ik kon mijn ogen niet geloven. En ik stort zowat in. Huilen, emotie. En ik word meegenomen door de destijds bataljonscommandant naar het magazijn waar de drank was opgeslagen. En hij kijkt me aan. Hij zegt, ik begrijp het. Ik wil zelf ook weg. Maar in het Surinaams zegt hij, mi wan gwe.
Ik wil weg, maar met vrede. Ik ben bang. Dus ik zeg tegen die bataljonscommandant in de persoon van Etienne Boerenveen, zeg ik, wat heeft dit nou, wat heeft dit voor betekenis? Terwijl er dus mensen, niet op dat moment, maar figuurlijk genomen, terwijl er mensen sterven, zie ik aan de ene kant officieren en hoofdofficieren spartelen in het zwembad. En aan de andere kant, dus in het gebouw, zie ik dat officieren zitten te kijken naar porno. En ik ben toen weggegaan en dat moment zal ik nooit meer vergeten. Ze waren allemaal geconsigneerd, hè? Iwan, ze waren allemaal geconsigneerd? Ze waren geconsigneerd. Ze mochten het kamp niet verlaten, omdat men verwachtte dat er toch nog een tussen haakjes aanval zou plaatsvinden. Ik denk, maar dat is een persoonlijke mening, is dat de conciliatie te maken had met meer onder controle houden van die groep. Maar nogmaals, ik hoop dat ik word tegengesproken en dat mensen tegen me zeggen, of dat mensen tegen mij gaan zeggen, iemand wat je daarnet hebt gezegd, is niet waar. Dat hoop ik echt. Goed. Ik ben bang dat dat niet zal gebeuren. En ik ben van mening dat dit ook geschiedenis is. Vandaar dat ik het heb opgeschreven. Goed, Iwan. Na die moorden krijg je bezoek van Roy Horp. We spraken al eerder dat jij een goede relatie had met Roy Horp. Na die moorden komt hij naar jou toe. En dat beschrijf je dan in het boek. Wat vertelt hij je? Nou, het was zo. Ik was commandant van de Rij. En de sfeer was een van deceptie. Ik moet zeggen, niet alleen bij de officieren, maar ook bij de sergeanten, de manschappen, het kader. Ja, het was een van verdriet, moet ik zeggen. En ik zit achter mijn bureau en er komt een witte Mazda. Dat was overigens de auto's waarin de legerleiding zich liet vervoeren. Kwam aangereden en Roy Horp zat in de auto. En die kwam binnen. En ik wil in de houding, zoals dat gebruikelijk is. Hij zegt, nee, blijf zitten. Loop met me mee. Ja. En wij lopen het terrein af in de richting. Ik vind, als mensen het kamp kennen, dan weten ze dat er een weg loopt naar de spoorlijn over de brug, dichtbij de lichtmotoren. En daar begint Horp zijn relaas tegen mij. En in het kort komt het hierop neer. Dat zei hij letterlijk. Ik heb 100 keer gezegd om de boel over te geven. Want het besturen van het land is niet voor ons. Ik heb het 100.000 keer aan deze gezegd. Hij wil niet luisteren. Zij letterlijk tegen mij. En vandaag aan de dag, ik geloof dat hoor een dag ervoor, maar in diezelfde periode was hij jarig, word ik geconfronteerd met 15. Het tweede woord zal ik uit respect niet zeggen. Maar het komt neer op dat hij werd geconfronteerd met 15 lijken. Een tweeletterig woord, hè? Ja. Maar dat was Horp, hè? Horp was ook ruw in de mond. Was ook grof in de mond. Maar heeft hij tegen jou gezegd dat Bouters hier aan schuldig is, aan die moorden? Nee. Hij heeft. Dat is niet ter sprake gekomen. Hij heeft niet tegen mij gezegd dat Bouters schuldig was aan de moorden. Wat hij gezegd heeft, is dat hij ermee werd geconfronteerd. Hij is niet gekend in de besluitvorming. Hij werd geroepen en aan hem werd meegedeeld wat er zou gebeuren. En dan citeer ik Horp letterlijk. Tegen hem werd gezegd, de majoor die heeft altijd de doelstellingen of de revolutie gesteund. En ik ga ervan uit dat de majoor nog steeds de revolutie steunt. Dat heeft Horp tegen mij gezegd. Iwan, niet lang daarna heb je je weg richting Nederland vervolgd. En in 1988 gebeurt er iets heel naars. Jouw broer, die zat ook in het leger. Die was zelf, behoorde zelf tot de groep van 16. En hij gaat met een militaire delegatie naar Brazilië. En hij komt
op tragische wijze te verdrinken. Hoe ging dat in de familie tenslotte? Nou, het was zo, ik zat in Nederland en mijn moeder Wijna vertelde me, dat hij aan de keukentafel zat. Op dat moment stopte een auto en uit die auto kwam Ruben Roosendaal. Maar je moet weten dat Ruben Roosendaal de zwager is geweest van mijn jongere broer. En mijn jongere broer, Guno, die wilde letterlijk wegduiken. Maar het lukte niet meer. En toen zei Ruben de Roosendaal tegen mijn jongere broer dat hij zich moest klaarmaken, omdat de bevel vroeg als hij de bevel kon begeleiden naar Brazilië. Dat is ook gebeurd. En ik dacht de dag erna of twee daarna, in de ochtend, rond 5 uur in de ochtend, is Ivan Granus bij mijn moeder thuis met de mededeling dat er een ongeluk was gebeurd en nu komt het dat mijn jongere broer op het strand liep met Boutersen en dat er een grote golf aankwam en dat de golf hem had meegenomen en dat hij werd vermist. Op dat moment was ik in Nederland, belde mijn moeder mij op met de mededeling. Ik vroeg als ik Granus aan de telefoon kon krijgen. Dat gebeurde. En ik vroeg Ivan Granus nogmaals, wat is er gebeurd? Nou, in verband met de tijd kreeg ik, wat zal ik zeggen, dat hij mij hetzelfde verhaal vertelde. Maar met de toevoeging dat het niet zeker was dat hij verdronken was. Nou ja, ik verstandig mensen heeft een half voor nodig, denk ik zo. Maar dat was de officiële mededeling. Nou, 2 dagen daarna, of 3 dagen daarna, was ik in Suriname. En toen kwam tussen haakjes, zo werd het nieuws gebracht naar mijn familie, het verheugelijk nieuws dat hij was gevonden. Dat was goed nieuws, tussen aanhalingstekens, van de mensen die dat aan ons kwamen meedelen. We hebben goed nieuws, hij is gevonden. Nou, daar moest je het mee doen. Is er daarna nog een justitieel onderzoek geweest? Nee, nooit. Nooit. Iwan, er is een heel mooi boek dat je geschreven hebt. Leerrijk ook. Ik als buitenstaander weet nu ook veel meer over die gebeurtenissen in de jaren 80 toen jij militair was. Dit boek heb je ook geschreven, dacht ik. Kan niet anders. Om vooral de jeugd meer te laten weten over die periode. Wat wil je de jeugd hiermee meegeven? In mijn boek heb ik een expliciete boodschap voor de Surinaamse jeugd. Ik vind het verschrikkelijk dat op dit moment al wordt gesproken over de derde en vierde generatie, verloren generatie. Derde en vierde generatie, die worden nu al beschouwd als ze zijn verloren. Ik heb in mijn boek een hele expliciete boodschap. En die boodschap luidt als volgt, dat de toekomst afhangt van wat je aan het doen bent. De ontwikkeling, vooral in Suriname, vooral op dit moment, gaat nooit gepaard via geplaveide paden. En wat mij overkomen is, kan iedereen overkomen. Maar, zeg ik ook erbij, alleen met doorzettingskracht en geloof in jezelf kun je deze hobbels nemen. Dan wel kunnen deze hobbels genomen worden. Ik zeg tegen die jeugd, wacht niet op de overheid. Wacht niet op personen. Die toekomst heb je in je eigen hand. Dat is mijn boodschap aan de jeugd. Ga aan de slag. Wacht niet op mensen die het voor jou gaan doen. Dat gebeurt in de Surinaamse samenleving amper. Ivan, mag ik je heel hartelijk bedanken voor dit uitgebreid interview. En overigens, hoe kunnen de luisteraars aan dit boek komen? Het begin van de volgende maand Komt de bezending aan in Suriname. En het boek is, even kijken, te koop, of zal te koop zijn bij de, hoe heet dat nou? De boekhandel, dat is de voortzetting van Vaakhoop. Oké, daar aan de Kerslaan, geloof ik. Ja, of ja. Kerklaan. Daar zal het boek te koop zijn. Kerkstraat, ik haat me erbij. Kerkstraat.
Goed. Ja. We zullen dat in de gaten houden en vast dat luisteraars zullen vragen waar is dat boek te koop. Dus vanaf volgende maand, ik hou contact met jou zodat je mij de juiste informatie daarover kan geven. Ja, en ik wil tot slot het volgende zetten. Ik kan me best voorstellen, Glenn, dat gelet op de financiële situatie, dat niet iedereen in staat is om dat boek te kopen. Overigens is er geen commerciële doelstelling hieraan verbonden. Het kan zo zijn dat familieleden uit Nederland zeggen, ik wil toch deze en gene dat boek cadeau maken in Suriname. Dat kan. Dat boek is ook te koop bij Donner Boekhandel in Rotterdam. Iwan, mag ik je heel hartelijk bedanken. Jij ook bedankt voor de gelegenheid die mij is geboden om tekst en uitleg te geven over mijn boek. Dank je. Graag gedaan.